In deze video wil ik vertellen over mijn leven na een beroerte. Ik heb 10 jaar geleden een herseninfarct gehad. Een beroerte noemen we 2 dingen. Een hersenbloeding en een herseninfarct. Bij een herseninfarct blokkeert een bloedpropje een bloedvat in de hersenen. Daardoor krijgen de daarachterliggende hersenen geen zuurstof meer en sterven af. Nu zijn de hersenhelften en de motorische functies van je lichaam gespiegeld. Dat betekent dat de rechter hersenhelft het linker gedeelte van je lichaam aanstuurt en omgekeerd. Dat betekent ook dat een beroerte in de rechter hersenhelft betekent dat je linksverzadigingsverschijnselen krijgt en een beroerte in de linker hersenhelft betekent rechtsverzadigingsverschijnselen. Bij mij waren dat geen voorteken. Ik heb van tevoren niks gemerkt. Geen hoofdpijn, niks. Het kwam plots. Ik stond in de keuken en ik voelde mij duizelig worden en viel zomaar om. Mijn man zag dat en hij heeft de ambulance gebeld. Ik kreeg van dit alles niks mee. Ik werd 5 dagen later wakker in het ziekenhuis. Toen merkte ik dat mijn linkerarm en linkerbeen verlamd waren en ik kon niet praten. De eerste tijd heb ik dus gecommuniceerd via schrijven op een plakblok die mijn man had meegebracht. In het ziekenhuis begon de revalidatie al, maar na 2 weken ben ik naar een revalidatiekliniek gebracht. In de kliniek dacht ik alleen maar aan hard werken aan de revalidatie. Ik dacht als ik hard mijn best doe, dan komt alles wel goed. De kliniek zag er steriel uit als een ziekenhuis en de behandeling als mens was cool. De enige menselijkheid die je kreeg was van de medepatiënten en van een vrijwilliger, de koffiedame, die altijd voor iedereen een plaatje had. Maar ik ging vooruit. Ik leerde weer mijn evenwicht te houden en rechtop te zitten. Ik leerde weer praten. Ik leerde om te gaan met een rolstoel en ik leerde weer te lopen. Dat lopen dat ging niet bijzonder goed, dat was maar een paar passen. Na 2 maanden merkte ik toen ik in bed lag dat mijn linkerhand zich plots samentrok. Ik heb dat de volgende dag me gemeld aan de revalidatiearts en daarna werd ook mijn arm-handfunctie getraind. Ik kan mijn hand weer gebruiken, maar motorisch is het niet zo als
vroeger. Ook mijn praten is slecht, niet als voor de beroerte. Mijn been bleef in probleem. Dat was en blijft verlamd. Om te kunnen lopen had ik een loopbeugel nodig, omdat anders mijn enkel omklapte. Maar keer op keer werd in de kliniek een foute beugel gemaakt die niet goed paste en die pijn deed bij het lopen. Daarom maakte ik geen vorderingen meer op het gebied van lopen en heb ik teleurgesteld de kliniek verlaten. Toen zat ik op een keer thuis zonder begeleiding, want begeleiding krijg je alleen maar als de kliniek het je ontslaat, niet als je zelf weggaat. Eenmaal thuis had ik maar nog steeds lichamelijke problemen, dus heb ik ten eerste een revalidatiearts in de buurt gezocht die mij wilde helpen met mijn onderbeen. Het bleek dat de kuikspier korter was geworden door de verdamming en daardoor kwam ik met de hak niet meer op de grond. Dat is geholpen met botox-injecties in mijn kuit, gecombineerd met een schipsvalk. En daarna was het de tijd om een goede passende beugel te maken. Mijn tweede probleem, dat ook al in de kliniek speelde, waren plasproblemen. In het begin waren dat ongelukjes en in de loop van de tijd kreeg ik een constante aandrang om te plassen, maar er kwam niks. Ik heb hulp gezocht bij een uroloog, maar die kon mij niet helpen omdat hij niet genoeg kennis had van dit probleem. Daarna heb ik gezocht naar een specialist op dit gebied. Die heb ik gevonden in België, in Leuven. Die professor is specialist op de neurogene blaas. Na testen en een proefperiode werd ik geopereerd. En nu heb ik de batterij in mijn wiel zitten. Nu waren de lichamelijke problemen opgelost, nu de psychische nog. In de revalidatiegebied ging alles om beter te worden. Je had nu nog hoop. Iemand thuis werd duidelijk dat ik nooit meer kon lopen, nooit meer kon klauteren, nooit meer kon wandelen, dat ik niet meer kon haken. Ik haakte knuffelbeestjes. Ik maakte Tiffany glas panelen, dat kon ik ook vergeten en daarom zat ik in het begin in een diep gat en ik was depressief. Maar in de loop van de tijd besefte ik dat ik moest kijken naar de dingen die ik wel nog kon. Ik ben altijd al een fan geweest van auto's
en auto rijden. Dus ik ben bezig gegaan met het halen, opnieuw halen van mijn rijbewijs. Als je gehandicapt raakt, dan moet je een rijtest doen bij het CPR om te laten zien dat je weer kunt autorijden. Vooraf moet je een medische keuring laten doen. Bij mij was alles goed lichamelijk. Ik heb alleen maar een slecht linkerbeen, maar mijn rechterbeen die dat in orde is, kan je een automaat rijden. Ik slaagde voor de rijtest en ik zei van tevoren iedereen al, als ik slaag, dan koop ik me een Ford Mustang. Ik dacht, als ik toch een automaat moet kopen, dan een Amerikaan. Toen ik die auto had, heb ik om mijn nieuwe zelfstandigheid te vieren een hotel geboekt in Koblenz en ben ik daar in mijn eentje heen gereden voor een paar dagen. Ik kon, omdat ik niet goed kan lopen, niet de stad zien, het centrum, maar ik kon met de auto wel de stad en de omgeving bekijken. Ik had ook tegenslagen. Wie slecht loopt, die valt ook een keer. Ik ben meerdere keren vervallen. Ik heb twee keer mijn arm gebroken, daarna een rib, gekleusd, daarna weer mijn arm gebroken en terug ook mijn rug. Eén keer toen ik een arm gebroken had, duurde de genezing 2 maanden. Daarna zat de vlotter van de benzinetank van mijn Mustang vast. En bij de reparatie in de garage is de auto in brand gevlogen. Ik heb van de verzekering van de garage geld gekregen voor die auto. Niet genoeg, maar dat is verzekeringen. En ik heb van dat geld een Pontiac Firebird gekocht. Een Mustang was op dat moment te duur voor mij. Ik ben ook bij de AAC lid geworden. Dat is de Amerikaanse Autoclub Nederland. En bij de Oldtimer Vrienden Wiegen. Tegen die tijd heb ik ook een Cadillac Seville gekocht. En ben ik lid geworden van de Cadillac Club Nederland. Bij deze clubs ging ik naar meetings en reden we toertochten. En dat was een leuke en gezellige tijd.
Maar ik, in de loop van de tijd werd ik steeds depressiever van de situatie in Nederland. De politieke situatie beviel mij helemaal niet. Vooral de klimaatgekte van het kabinet. Ik heb 13 jaar lang het klimaatonderzoek gevolgd en alle wetenschappelijke artikelen daarover gelezen. Dus ik geloof zelf dat het klimaatverandering niet veroorzaakt wordt door CO2, wat iedereen beweert, maar dat dat een natuurlijke cyclus van de zon is. Door al deze klimaatgekte ben ik op zoek gegaan naar een ander land om in te wonen. Wij konden de hoge lasten in Nederland nauwelijks nog betalen. Daar kwam bij de verplichting ons huis klimaatneutraal te maken. Dat betekende voor ons oude huis meer dan 100.000 euro aan verbouwingskosten die wij moesten lenen. Dan de milieubelasting die je betaalde. De kans op een CO2-belasting op benzine. Het onmogelijk maken van eigen autobezit. Het doemscenario dat rijden met een benzineauto in de toekomst verboden wordt. Dan waren ze ook bezig met het optuigen van de digitale euro. Mij vielen al die maatregelen niet en daarna ben ik serieus gaan zoeken naar een land buiten Europa om in te wonen. Ik kwam op Thailand omdat ik hier 25 jaar geleden al een keer was geweest om een machinelijn te plaatsen. Toen was het voor mij wel een cultuurschok, maar ik herinnerde me Thailand als een mooi land met vriendelijke mensen. Een land dat goedkoop is en waar niet te veel regeltjes zijn, waar ze geen klimaatgekte heerst en waar je helemaal vrij kunt wonen. Dus nu wonen we in Thailand met plezier en dan kunnen we weer genieten van het leven. Zonder geldstress en zonder overheidsbemoeienis. Ik voel me meer vrij en ik ben ook weer lid van 2 autoclubs hier.